Ja, Rick Wattema, mooie trui. Ja, hele mooie trui. Ik heb hem eigenlijk al een jaar lang van dichtbij mogen bekijken onder de schouders van Robert de Greef. En toen eigenlijk gezien hoe dat leefde in de ploeg en hoe dat iedereen motiveerde om ervoor te gaan. En Robert de Greef vorig jaar de mooie overstap gemaakt naar Roompot. En dat was wel echt een motivatie voor mij om het eigenlijk na te doen. Ja, je hebt hem nu. Ja, ik heb hem. En ik denk dat we nu halfweg competitie zijn. Er komen twee mooie tijdritten voor de boeg. En dan nog de Eurode omloop. Dus, maar het ziet er goed uit zo. Hoe is jouw tijdrit? Volgens mij werd ik vorig jaar in de klimtijd het zesde of zevende. Dus ik ken het parcours. Ik weet inmiddels hoe ik hem goed moet indelen. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. En, vorig jaar in Emmen had ik eigenlijk een mindere dag. Maar ik weet ook eigenlijk wel een beetje de oorzaak daarvan. Dus, wat was die oorzaak? Nou, ik denk dat ik een kleine beknelling had in mijn rug. En ik kon gewoon mijn vermogen niet kwijt. En toen daarna bij de fysio geweest voor behandeling. En eigenlijk daarna had ik wel weer het vertrouwde gevoel. Maar ik had gewoon na 3-4 minuten had ik gewoon een verzuring in mijn lichaam. En ik kon niet, mijn hartslag ging ook niet verder omhoog. Dus dat was wel een teleurstellende tijdrit. Daar had ik ook wel veel van verwacht. Maar vooralsnog ga ik met goede moed naartoe. Alles voor die trui. Ja, absoluut.